Dit is mijn... Oeh. Oh. Wow, geen bewakers. Diana! Leon! Wacht, dit is een... Leon, lang geleden niet waar. Ja, laatste keer dat wij elkaar zagen, wanneer was dat ook alweer? Ah ja, juist, toen je mijn vrouw ontvoerde, ja. Ja, en nu zijt je er weer. Je komt onaangekondigd mijn huis binnen. Konden die 10 minuutjes op voorhand bellen, zodat ik mijn huis nog wat kon opkuisen? Dus dit is dan tegenwoordig huis. Een armzalige bunker. Zaken moeten echt niet goed gaan, hè? Ja, nee, niet meer sinds dat iemand mijn oud hoofdkwartier heeft opgeblazen en naar Malta is gevlucht. Wow, wow, wow. Als ik me niet vergis, waren de controle al lang daarvoor verloren. Toen ze u misdaad begon na te spelen in de buurtpolitie. Zeg, dat zijn wel echte waar gebeurde verhalen, hè? Ja, maar Diana, schatje, daarom zijn het nog geen goede verhalen. Ja. De volgende dag heb ik heel de kast van die rotserie laten uitmoorden. Hoe durven ze mij zo belachelijk te maken? Maar nu heb ik weer alles weer onder controle. Ik heb zelf nieuwe recruten aangeworven en een nieuw reglement opgesteld. Ja, de 4 regels van Volpe, geloof me, ik ken ze. En je nieuwe recruten, ja, die zijn allemaal dood. Luca, Mathia en Veronica hebben elkaar volgepompt met lood. Mona heeft Van Huissen door de kop knald en daarna nog een rij. Dus wat blijft er een hoven van die misdaad imperium? Och ja, goed personeel is tegenwoordig moeilijk te vinden, hè. Maar ik heb ze toch niet meer nodig. Maar waarom? Dante, wat ben je allemaal aan het uitspoken? Diana, ongeduldigheid is echt een van je mindere kwaliteiten, hè. Leon, ga je niet naast je vrouw zitten die je al een tijdje niet meer hebt gezien? Dan kan ik jullie vertellen waarom dat jullie hier zijn. Ik heb zelf een PowerPoint gemaakt. Och, je meent het. Zoals jullie weten zijn we hier in een van de mooiste uithoeken van de wereld, genaamd San Marino. Maar waarom? Dante, omdat het goed past bij je gevoel voor het drama. Moerbeek zou een iets minder spannende plek geweest zijn om je te verbergen, hè? Ja, dat is ook waar, maar dat is niet de hoofdreden. Heb ik al verteld dat ik hier een prins ben? Wat? Hey, de prins van San Marino. Eerder de prins Koek van San Marino. Wacht maar. Ik dacht dat San Marino een republiek was. Nee, dat is niet waar. Dat staat verkeerd op Wikipedia. Maar Wikipedia ligt nooit. Wel, hè, hier wel. En dat is wat mij zo frustrerend maakt. De wereld, heel de wereld kan het echt geen zak schelen hoe dat gaat met mijn beliefde land, geliefde land. Zelf Wikipedia kan het geen bal schelen. Ik zal jullie een keer een verhaaltje vertellen. Op een dag toen ik nog een naïeve puberale prins was, besloot ik een site te maken. Hashtag Dante heeft swag en hij rijdt met een jack. Natuurlijk wou ik de landcode erbij zetten, maar ja, weet je wat de landcode is van San Marino? .sm. Ja. Dus mijn site heette hashtag Dante heeft swag, hij rijdt met een jack, .sm. Weet je hoe hard ze mij hebben uitgelachen op de middelbare school? Ha, SM, de pubers. Ik denk toch eerder dat ze gewoon lachten met de belachelijk achterlijke site-naam. De volgende dag heb ik besloten dat de wereld moet stoppen met lachen met mijn beliefde land en een geliefde land en een koninklijke familie. De wereld zal boeten voor hun daden. En daarom heb ik Volpe opgericht. Niet alleen om geld en aanzien te winnen, maar ook om de wereld bang, zwak en drugsverslaafd te maken. En nu ben ik klaar om naar de volgende stap van mijn plan te gaan. Je bedoelt een leger. Diana, inderdaad, je mag een bankje naar voren. Inderdaad een leger, maar niet zomaar een leger. Een leger van klonen, supersoldaten die alleen maar naar mij luisteren. Mijn wetenschappers hebben het al helemaal uitgewerkt. Ik wil mezelf wel laten klonen, maar... Je DNA is onzuiver door de inteelt in je adellijke familie. Diana, wilt je mij een keer laten uitspreken? Het is er geen quizshow, hè? Daarom zijn jullie hier, jongens. Leon, ik heb jouw DNA nodig. Jij bent het perfecte model voor mijn leger. Allee, gast. Waarom heb je dan niet gewoon mijn DNA gepakt toen ik bewusteloos lag in Malta? Nee, dat is weer typisch jij. Dan ontvoerde mijn vrouw en gebruikte als lokaas en hij laat mij heel Europa rondreizen. Weet jij wat dat kost tegenwoordig om Hans Europa rond te reizen? Maar dat is niet goedkoop, zijn vriend. Leon,
Ik moet er wel nog wat plezier aan hebben. Hè. Het was allemaal een spelletje, een streepje drama. Wie weet, als ik later de wereld heb overgenomen, gaan ze er nog een film over maken, of er een boek over schrijven. Of gaan ze een toneelstuk maken, dat ze dan over heel de wereld gaan opvoeren. Kunt je het je voorstellen, Leon? Elke middelbare school dat het verhaal van de grote tante Daranelli opvoert. Nee, dat kan ik me echt niet voorstellen. Och jong, stop toch met excuses en je voor toe dat je nog altijd niet verwerkt hebt dat Diana gedumpt heeft voor mij. En dat gewoon al die toestand hier, dat dat geen groot verwarde, wanhopige schreeuw om aandacht is. Maar Leon, dat is niet waar. Hoe kom je er zelf op? Maar goed. Fuck, hè, Leon, het mij weer in de war gemaakt, hè. Ja, jongens, ik denk dat ik naar de volgende stap van mijn plan moet gaan. Hè. Ik ben mijn tekst vergeten. Bon. Ja. Dat is niet ons probleem. Oké. Nog steeds niet ons probleem. Wat zeg je? Nog steeds niet ons probleem. Wow, hier let ik. Jij gaat mij doodschieten. Je durft het niet. Laat me kijken. Zwijg! Goeie tv. Diana, doe gewoon rustig. Hij zegt, nergens voor nodig. Maar... Leon! Snap je dat dan niet? Ik ben het beu! En hoe je ons leven de hele tijd omhoog probeert te halen. Ik wil het niet meer. Maar, kun je dat niet doen? En laat het oppakken. En we winnen toch. En laat het gewoon vrij. Maar, allee! Leon, snap het dan toch? Hij zal het hele leven bij ons gevolgd. Naast dat we nog vinden. Zal niet dat we naar Malta gaan? Inderdaad, Diana. Kom aan, doe het! Diana, nee. Hij ga je in wel echt, dat stuk zwijnen voor jullie hebben? Nee toch? Kunnen we? Ja, mijn liefje. Haal die trek erover. Ja, hoor je doen? Echt niet waard. Ik ben toch zo alleen. Wat? Wandelende strijk? Ik ben een boom, motherfucker.